Fietsen in Nijmegen wordt steeds populairder. Zo ook bij het CWZ, waar ze een nieuw plan hebben bedacht om medewerkers meer te laten fietsen. Het fietsplan werkt zo dat als mensen van het CWZ naar hun werk komen, dan krijgen ze per dag, afhankelijk van de afstand die ze afleggen, een aantal bijkiespunten, zou je kunnen zeggen. En met die punten kun je sparen en zorgen dat je met die punten dan uiteindelijk of iets bij een fietswinkel of een webshop kunt kopen of waardebonnen laat uitkeren. Vooral innovatief is dat mensen die toch een beetje al overwegen om met de fiets te gaan, nu nog wat meer het idee krijgen, hey, dat is leuk om te doen. Het is natuurlijk gezond, maar het geeft nog net een extra prikkel om gebruik te maken van alle prachtige wegen die er al liggen in Nijmegen om met de fiets te kunnen. Gezonde medewerkers is belangrijk, in een ziekenhuis zeker. En dat is niet alleen geestelijk, maar ook fysiek. En fietsen, dat levert daar zeker een bijdrage aan. Ja, ik hoop dat deze fietsenstallingen en de fietsacties van CWZ een inspiratie zijn voor andere grote instellingen in Nijmegen. Het is goed voor de gezondheid van je medewerkers en ook goed tegen de congestie in de stad. Dus het dient vele doelen. Dit is zeker een belangrijk onderdeel van Fietsstad Nijmegen. Wij spreken met grote instellingen van hoe zij het fietsen kunnen bevorderen en daarmee de congestie op de wegen kunnen verminderen. En wat ze daarvoor voorzieningen voor nodig zijn, hoe wij eraan kunnen bijdragen en hoe de instellingen eraan kunnen bijdragen. Dat doen we momenteel met 4 plekken in de stad. CWZ is er één, het centrum. Casino heeft onlangs ook een dergelijke actie gehouden en geantemeerd. Dus daar zijn we ook hartstikke blij mee en trots op. De Kanaalhavens en natuurlijk Heijendaal, waar zo'n 80.000 mensen iedere dag naartoe gaan en weer vandaan komen.